Hey mensen, ik besef me gewoon dat ik dan op deze locatie midden op het huis sta. Waar het huis was. Want ik probeer echt te kijken waar het allemaal was. Maar ik zie allemaal bramen, struiken. Dat was er toen, weet ik niet tot hoeveel. En prikkels hier achter mij. Ja, moet voorzichtig zijn. Dus ja, in hoeverre? Ja, daar ben ik echt, moet ik vaker even. Of gewoon echt eens meer in stilte doen. Maar bijzonder, maar midden op het huis sta ik nu. Fantastisch. Ik ga denk ik eerst even een appeltje proeven. Momentum. Fantastisch. Mijn kinderen dit zouden proeven. Oh. Dit gaan ze lekker vinden. Oh. Wauw. Prachtig. Granny Smith. Granny Smith. Granny Barbara. Zo heette mijn oma. Barbara. En de buurvrouw. Die kant heet Babs. De buurman. Oh, wat een fantastische man ook. Fantastische mensen. Zijn broer, als ik me goed kan herinneren wat hij gisteren uitlegde. Zijn eigenaar. Was eigenaar van de 7 geitjes. Maar zijn stiefzoon is nu eigenaar. Bijzonder, hè? En daarnaast wonen Nederlandse buren. En de meneer is imker. Maar wat de buurvrouw altijd heeft gedaan, dat wist ik niet als kind. Lijkt nog steeds niet. Oh, maar die appels. Dit zijn de beste appels. Oh, wauw. Oké, see you next one. Ga je verder genieten. Ciao, ciao.